Breda Nu. Je weet het meteen. Na een pilot heeft Zorg voor Elkaar 2 rikscha's aangeschaft die verzorgingstehuizen gratis kunnen huren om hun cliënten een leuke dag te bezorgen. Het project is eigenlijk tot stand gekomen door een project uit Denemarken. In Denemarken reden ze met de rikscha's rond en dat is om de sociale cohesie te vergroten bij ouderen. En dat project is eigenlijk naar Nederland gehaald en hier in Breda hebben ze gezegd, wij willen hier ook iets mee gaan doen. Je zei net iets over dat het eerst een half jaar een pilot heeft gelopen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, er is inderdaad een half jaar een pilot geweest vorig half jaar. Om te kijken van hoe wordt de rikscha ontvangen? Vinden ze het leuk, de mensen? Vinden ze het leuk om erop te fietsen? En dat bleek een succes te zijn. En nu is uiteindelijk aan ons gevraagd om te zeggen van we gaan het project verder zetten. En hoe zien jullie de toekomst van dit project? In de toekomst hopen we dat er zoveel mogelijk rikscha's gaan rijden in Breda. En dat iedereen er gebruik van kan maken. En dat is eigenlijk de toekomst. Dat je ze overal ziet fietsen. Wat vindt u er nou van, Leni? Ja, leuk. Heel leuk. Hoe ziet zo'n dag eruit? Kun je daar iets meer over vertellen? De cliënten wachten beneden en dan gaan we gezellig met z'n allen op de fiets, op de rikscha. En dan gaan we rondje fietsen. Hoe zijn de reacties van de cliënten? Ja, ontzettend leuk. Ze zijn helemaal enthousiast ervan. Aan het eind stralen ze helemaal. Gek genoeg, hoe slechter het weer, hoe leuker ze het lijken te vinden. Dus